God okari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Ik groet u. In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, die Hij ons heeft gegeven als voorbeeld hier op deze aarde te leven, mijn God. En we danken u, mijn Vader. Ik groet u allen nogmaals in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En het is een bevoorrecht om hier te zijn vanmorgen, om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Omdat wij deze dagen geconfronteerd raken met een situatie die wij niet hebben gevraagd. Metak alasma odi, metak sudat odi, metak skoutu odi, verpleegsters, artsen, onderwijzers, mensen die hard hun best doen om dit land op te bouwen, mijn God, dit land te ontwikkelen. We staan nu aan de vooravond van het vormen van een nieuwe regering. En deze mensen groet ik ook, die hun leven willen geven om dit land op te bouwen met allen gevolgen die daarmee gepaard gaan. Ik wil u vanmorgen bemoedigen uit een schriftgedeelte van Jeremia, Jeremia 32. Maar voorafgaand ga ik dit gehoor in de handen van God leggen, mijn God, omdat deze boodschap door de geest van God wordt geleid. Vader, we danken u, we prijzen u. We loven u, mijn God, in Jezus Christus' naam. We geven u alle eer, Vader. We zijn boodschappers van u, mijn God. Daarom moeten wij alle eer aan u geven. We moeten blij zijn dat u ons gebruikt als boodschapper. We leggen ieder in uw handen. Ieder die deze boodschap hoort, Vader, bidden wij, mijn God, dat ze de delen die ze nodig achten overpeinzen. En dat ze toepassen in hun leven in Jezus Christus' naam. Amen. Amen en amen. Mijn thema van morgen is bereid je voor, voorbereiding. Voorbereiding is een handeling verrichten die een latere betekenis mogelijk moet maken. Je moet je voorbereiden om later hetgeen wat je gaat feesten mogelijk te kunnen maken. En we zijn nu op een heel cruciale moment beland, hier op deze aarde. Dat er een transitie plaatsvindt, een verandering plaatsvindt. En als u teruggaat naar het verhaal in Jeremia 32, dan ziet u dat een transactie, een verandering moest plaatsvinden, een akker moest worden gekocht. Onder heel moeilijke omstandigheden, waarbij een profeet van God was opgesloten. Maar ik wil mij focus richten op die belofte van God nadat Jesaja is gaan bidden. En laten we gaan naar vers 36. Jesaja 32, vers 36. Jesaja 32, vers 36. Halleluja. Maar nu, zo zegt de Heere, de God van Israël, van deze stad waarvan u zegt, zij is in de macht van de koning van Babel, gegeven door het zwaard, de honger en de pest. Zie, ik verzamel hen uit
al de landen waarheen ik hen in mijn toren en mijn gramschap en grote verborgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Halleluja. Zij zullen mij tot één volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen hun en hun kinderen na hen ten goede. Next one. Ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal. Een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal. En dat ik hun wel zal doen. En mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun wel doen. En ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. Dat is de belofte die God aan Jeremia had beloofd. Maar niet zomaar heeft God Jeremia deze belofte beloofd. Als je teruggaat naar vers 26, dan heeft Jeremia de Heere gesmeekt. Jeremia heeft de Heere gevraagd, geroepen, aan bad. Hij heeft hem Jeremia heeft de Heere gezocht. En ik ga 26 met u lezen. Toen kwam het woord des Heere tot Jeremia. Zie, ik de Heere ben de God van al wat leef. Zou voor mij iets te wonder zijn. Daarom zegt de Heere aldus. Zie, ik geef deze stad wel in de macht van de Kaldeeën en van Nebukadnezar, de koning van Babel, die haar innemen zal. En de Kaldeeërs die tegen de stad zullen komen. Deze stad in vlam zetten en haar verbranden. Met de huizen op welke daken men voor de Baal-offers ontstoken en plengoffer aan andere goden gebracht heeft. Dus God wil ons duidelijk maken dat wanneer wij zaken meemaken, wanneer er een transitie plaatsvindt en wij begrijpen het nog niet, dan dwingt God ons om hem te zoeken. We moeten God zoeken. Maar God heeft een belofte. Een belofte is uitgesproken in de tijd van Abraham, onze voorouders. En die belofte blijft overeind. Daarom zegt het woord van God dat we ons moeten bekeren. We moeten verlost worden van die juk die op ons werd gelegd. Als we deze dagen kijken wat in de wereld gebeurt, dan kunnen wij duidelijk vaststellen wat de profeten allemaal hebben gezegd, wat Jezus vooral heeft gezegd, dat er dagen zullen komen dat wij niet eens merken wat er gaande is. Er is een totale confuse. Zelfs de gelovigen die niet op één lijn staan, de gelovigen die invulling geven aan iets die niet van God komt,
En ik wil u vragen, gelovige kijkers en luisteraars, dat u in uw binnenkamer moet gaan en in de stilte God te zoeken en die bekering plaats te laten vinden. Want wij geven invulling aan een proces en we merken ook dat zelf de geestelijke, de gelovigen dit proces ondersteunen. Terwijl wij op moeten staan omdat wij een slavenjuk wordt opgelegd. Maar ik bemoedig u deze morgen, broers en zusters, dat de tijden die komen niet eenvoudig gaan zijn. Ik hoorde vanmorgen een nieuwe leefwijze, een nieuwe normaal. Men begint al te bevestigen hoe dit leven zal zijn wanneer ze denken dat wij het gaan begrijpen. Is een andere gedrag moeten wij vertonen. We gaan ons gedrag moeten veranderen. En ik kan u zeggen, is niet hetgeen wat God van ons vraagt. Want in Jesaja 30 vers 15 staat, want zo zegt de Heere, de Heilige Israël, door bekering en rust zou gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar gij hebt niet gewild. Deze dagen moeten we stil zijn, zegt de Heere. We moeten stil zijn en goed nadenken. Er is een systeem om tegenwoordig te communiceren en we noemen het Zoom. Dus je kan thuis blijven en in feite praat je tot het volk. Maar wat men niet begreep, dat Jezus gezegd heeft in zijn pleidooi, dat wij naar de heggen en steggen moeten gaan om de blijde boodschap naar het volk te brengen. Jezus heeft niet gezegd via Zoom. Hij heeft gezegd, ga naar de heggen en steggen. Omdat je een prijs gaat betalen wanneer je daar naartoe gaat. Jezus had zijn discipelen gestuurd. Hij had zijn autoriteit gegeven. En gestuurd om mensen te gaan genezen. Mensen uit gevangenissen te halen. Mensen te bevrijden. En tegenwoordig wordt het via een medium gedaan. Terwijl de mens sociale wezens zijn. De mens is een sociaal wezen. Wij moeten met elkaar dichtbij moeten we met elkaar bezig zijn. En ik zeg u deze morgen, broers en zusters, dat wanneer wij op een afstand en wanneer een systeem ons dwingt op een afstand van elkaar te blijven, dan gaan wij vervreemd raken van elkaar. Ik vraag me af, als wij de nieuwe normaal accepteren, hoe het zal zijn bij het verkondigen van Gods woord. Waarschijnlijk dwingt God ons om op te staan en naar de heggen en steggen te gaan. Nu gaan we een prijs betalen. Want mensen zijn nu bezig akkers te verzamelen. En de Bijbel leert ons dat wij geen rijkdom hier op de aarde moeten verzamelen. Omdat er straks een moment gaat komen waarbij we ze achter gaan laten. Wij moeten akkers verzamelen in de hemel. Onze rijkdom is in de hemel. En wij moeten ons klaarmaken voor die plek in de hemel. De Heere heeft ons gezegd in Romeinen dat we gerechtvaardigd zijn. We zijn al gerechtvaardigd. Wat wij moeten doen is ons best doen om rechtvaardig te leven. Want mensen kijken naar ons. Mensen vragen zich af, waar zijn de gelovigen? Broers en zusters, deze God die we dienen, is een God van waarheid. Wanneer wij hem roepen, gaat hij antwoord geven op zijn bestemde tijd.
Romeinen 9, vers 32. Vers 30. Ga met mij naar Romeinen 9, vers 30. Romeinen 9, vers 30. God is een God van trouw. Hij laat je nooit in de steek. Wat hij van ons verwacht, is dat wij al onze plannen aan hem moet voorleggen. Voordat we het uitvoeren, moeten we onze plannen aan God voorleggen. Dan zal hij ons zeggen hoe wij invulling aan moeten geven. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Dus Paulus zegt ons dat wij moeten geloven in God. We moeten geloven dat God met ons is. We moeten geloven dat wij het zullen overleven. Want de wereld die tegenover die God staat, die God die we kennen, die God die we aanbidden, deze wereld is bezig om ons uit elkaar te halen, zodat die opwekking niet plaatsvindt. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Vanwege geloof. Ik wil u bemoedigen deze morgen, broeders en zusters, kijkers en luisteraars, dat u geloof op de Heer moet stellen, niet op de mens. Want de mensen die nu bezig zijn ons te dwingen in een positie, is niet van God. Als de Heer u heeft geroepen, hoeft u niet bang te zijn. Het gaat u iets kosten om invulling te geven aan uw roeping. Maar ik wil u zeggen, als de wereld van u houdt, heeft u een probleem. Als de wereld van ons houdt, hebben we een probleem. Omdat als wij populair willen zijn, want daarom gaat de wereld van ons houden, gaan wij compromissen moeten sluiten. En als je geen compromis wil sluiten, als je geen compromis sluit, geloof me, gaan gelovigen tegenover jou staan. Het staat in de Bijbel. Maar ik wil u bemoedigen, don't give up. Geef niet op. Geef niet op. Geef niet op. Hou stand. Sommige momenten ga je huilen. Sommige momenten ga je smeken. Omdat er een tekst hier staat in Judas 1 vers 20. Maar gij geliefde, bewaart uzelf in de liefde God door uzelf op te bouwen. Uzelf moet u opbouwen in uw allerheiligst geloof. En hoe geschiet dat? Door te bidden door de Heilige Geest, verwachtende die ontferming. En die ontferming is dat u niet opnieuw een slavenjuk moet worden opgelegd. Maar als u twijfelt in God, als u twijfelt, gaat u doen wat de wereld u zegt. Want de wereld houdt ons voor de gek. Ze geven invulling aan iets niet van God, die niet van God is. God heeft waarschijnlijk dit toegelaten om ons te laten zien hoe gelovig we zijn. God heeft dit toegelaten om ons te laten zien, ons gelovigen, om te laten zien welke positie we hebben geclaimd in die geestelijke environment. En ik kan u zeggen, soms vraag je af, begrijp ik het niet of begrijpen zij het niet? Maar ik kan u zeggen, als u geroepen bent, als God met u is, kan niemand tegen u zijn. Wie u zegen, wordt ook gezegend. Maar wie u vervloekt, wordt ook vervloekt. Ik ga het weer nog een keer zeggen. Wie u vervloekt, wordt vervloekt. En wie u zegent, wordt gezegend. Ik moet u zeggen, broeders en zusters. Deze dagen gaan mensen die glorie van God in u zien, door u zien.
En mensen gaan tegen u opstaan. Mensen gaan voor u liegen. Mensen gaan onwaarheden over u zeggen. Mensen gaan anderen ophitsen tegen u. Geef niet op. Hiermee wil ik volstaan. En ik geloof dat ik u een boodschap heb gegeven. En dat u dat wat u nodig heeft eruit zal halen. Ik geloof ook dat u iets positiefs eruit haalt om stand te houden. Ik wil met u bidden, heel kort. Omdat wij het gebed van, de invloed van het gebed van Jeremia hebben gezien. In vers 36, vanaf vers 36 tot 41. Dat God antwoord heeft gegeven op het gebed van Jeremia. Vader, we danken u deze morgen. We prijzen u, mijn God. We loven u, mijn God. We geven u alle eer, Vader. Niets is te wonderbaarlijk voor u, mijn God. Vader, u weet welke gedachten u over ons koestert, mijn God. In Jezus Christus' naam. Vader, u kent ons, mijn God. U weet wat u in ons heeft gestopt. Vader, we hoeven geen kracht meer bij u te zoeken. Is die strategie moeten we u vragen om die kracht te gebruiken, Vader. We moeten niet bang zijn, mijn God, wat de wereld ons opdraagt, mijn God. Maar we moeten bij u komen, Heer, om door die verdrukking heen te gaan, Vader. Want u heeft gezegd, pest en verdrukking, hongersnood zal u toestaan in de naam van Jezus Christus. Vader, ik draag die hele Surinaamse samenleving op. Ik leg ze in uw handen. Elk een die een bijdrage wil leveren, mijn God. Elk mens op deze, in Suriname, Vader, leg ik in uw handen. Elk mens op deze aarde, Vader, leg ik in uw handen, mijn God, in Jezus Christus' naam. En ik bid, mijn God, dat u ons voldoende bijstaat, mijn God, zodat wij niet twijfelen, mijn God, in Jezus Christus' naam. Zodat we geen invulling geven aan de werken van de duivel, Vader. Want u heeft gezegd door Paulus, Vader, dat niemand ons opnieuw een slavenjuk moet opleggen. Kom ik om, dan kom ik om. In de naam van Jezus Christus. Deze dagen, mijn God, bid ik, Vader, dat u ons die kracht en die vrijmoedigheid geeft om bij elkaar te komen. Omdat er een opwekking gaande was, heeft die wereld die opwekking gestopt, mijn God, in Jezus Christus' naam. En ik dank u, Vader, dat u ons die strategieën geeft om die opwekking op een andere manier te laten doen, plaatsvinden. En ik dank u, Vader, u bent een God van trouw. U laat uw kinderen nooit in de steek. Zolang wij ons houden aan uw beloften, aan uw inzettingen, Heer, gaat u wegen banen waar er geen wegen zijn. In Jezus' naam. Amen. My best.